Er moet inzet gepleegd worden om de samenleving te wijzen op de gevaren van dit soort onnodige pijn. Woorden van president Chandrika Prasad Santokhi tijdens zijn toespraak op de receptie van deze 48e Onafhankelijkheidsdag. Het staatshoofd stond stil bij de tragedie die zich afgelopen week voordeed in het Matawai-gebied, waarbij 15 mannen het leven hebben gelaten bij het instorten van een tunnel. Dit voorval herinnert ons er namelijk wederom dat wij in de eerste plaats persoonlijk, maar ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid. Suriname, Lobby Braden Aziza, gecondoleerd met het verlies van onze broeders en zusters in het Matawai-gebied. En wij gaan er alles aan doen om erachter te komen wat er precies is gebeurd en wat wij kunnen doen om deze traumatische gebeurtenissen te voorkomen. En terecht is het daarvoor 1 minuut stilte in acht genomen. Broers en zusters, landgenoten, familie en vrienden, we wensen u vanuit de regering enorm veel sterkte toe in deze moeilijke, donkere dagen. De president wierp ook een blik op de verworvenheden en de toekomstperspectieven van Suriname na 48 jaar onafhankelijkheid. In de afgelopen jaren hebben we roerige perioden gehad, zoals enkele dagen geleden ook. Maar we hebben ook belangrijke mijlpalen bereikt. 48 jaren onafhankelijkheid vraagt terecht om bezinning, reflectie, bemoediging, gefundeerde planning, waardevolle verbindingen en vereenzelviging. Suriname is onze natie. Najaso unukumba teberi. Een jonge natie die blijft groeien en blijft werken aan ontwikkeling. Ik ben daarvan oordeel dat natievorming een continu proces is. President Santokhi onderstreepte dat deze 48 jaren van onafhankelijkheid moeten bewijzen dat Suriname in zijn eigen behoeften moet gaan voorzien. Dit zal verder doorgaan door stimulering van meer productie om te voorzien in die behoeften, aldus president Santokhi.